Het crossseizoen is voorbij, het verliep voor jou een beetje in mineur. Het eerste trainingskamp SB Bike Team heb jij inmiddels gehad. Wat denk jij nou zelf van het mountainbiken momenteel? Ja, het is gewoon trainingskamp. We hebben niet superveel kunnen mountainbiken, omdat de parcours die daar lagen waren, het liep allemaal dood. En het ging over op wandelpaden waar je dus niet kon fietsen. Maar het is gewoon een heel leuk team en het mountainbiken. Ik vind het wel gewoon heel leuk om te doen, maar je merkt gewoon dat het gewoon qua techniek gewoon heel anders is dan het veldrijden. En dat heb ik ook echt wel meteen gemerkt toen we afdalingen ingingen. Het ging de meeste keren wel goed op één keer na dan. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om te doen. En ik heb ook echt een goede begeleiding om ook echt wekelijks gewoon techniektraining te gaan doen. Dus dat komt denk ik echt wel goed. De eerste stapjes op mountainbikepad zijn gezet door jou. De eerste valpartij is ook achter de rug. Dat hebben wij ook meegekregen. Ja. Hoe zie jij mountainbiken gericht richting ook het komende crossen? Want je doet uiteindelijk ook cyclocross. Ja, ik heb er nu ook echt bewust voor gekozen. Omdat ze eerst, ze vroegen mij. Mijn doel is gewoon het crossen, omdat het ook gewoon heel goed gaat. En ik heb ook heel veel overlegging gehad dan in het team, maar ook met andere mensen. En ze zeggen ook gewoon, het is gewoon een goede combinatie. En daarnaast wil ik gewoon deze zomer gewoon dus heel veel van het mountainbiken leren. En puur voor het crossseizoen gewoon echt om techniek en kracht bij te krijgen. En vooral de techniek, omdat je van het mountainbiken heel veel leert. En misschien in de toekomst ook wat mountainbiken meer. Maar dat ligt er gewoon aan hoe alles loopt. Jouw eerste doel dit seizoen? Ja, het is nou gewoon heel veel leren. En ik heb eigenlijk in mountainbiken in mijn kalender echt nog. Komende week ga ik echt alles maken tot het crossseizoen toe met mijn trainer. En, maar ik wil sowieso, het is sowieso veel leren, maar het echte doel wordt wel het Nederlands kampioenschap mountainbike. Dat wil ik dan wel in de zomer als doel zetten. Dat vind ik ook wel fijn om in de zomer ook een doel te hebben. Dus dat wordt echt een doel voor mij. En verder is het gewoon heel veel leren en dan toewerken om een goede basis aan het crossseizoen te beginnen. De eerste echte wedstrijd die is over 2 weken al in Bermke. Sta jij aan het vertrek? Ja, klopt. Kom nou, vandaag is mijn laatste dag rust. En morgen begin ik dan weer met trainen. Dus het is wel kort dag, 2 weken. Maar het team wilde het ook graag. En het is gewoon een nationale wedstrijd. Het is ook nog niet heel technisch. Dus het is gewoon lekker om gewoon te rijden en te beginnen. En gewoon plezier te hebben. Een beetje persoonlijke vraag. Hoe voel jij je als vrouwelijke mountainbiker in deze kleding? Oh, ik vind het hele mooie kleding. In het begin, ze zeiden in het begin wel van het wordt helemaal zwart. Toen had ik nog wel een beetje twijfels over. Ik denk van helemaal zwart. Maar ze zeiden ze wilden iets anders, omdat er heel veel kleuren zeg maar in het peloton. En toen ik het ook vanochtend zag, want we hebben het vanochtend ook echt pas gekregen. Ja, ik vond het echt wel mooi en het zit ook gewoon fijn. En ik vind het wel mooi. Zeker voor zo'n mountainbike. Zwart is niet zo heel erg. Ja, voor nu succes in het nieuwe seizoen. Succes bij het mountainbike. Ja, en ik hoop dat wij jou de eerste wedstrijd in Berlijke mal tegenkomen. Ja, dat is helemaal goed.